reden dat het voor Omme belangrijk is om armoedevrij te zijn, is omdat er ook hier behoorlijk wat mensen onder de armoedegrens leven. Simpelweg huishoudens met een te laag inkomen die echt de eindjes aan elkaar moeten knopen en die daardoor aan belangrijke maatschappelijke activiteiten niet mee kunnen doen. We gaan aan de slag om de armoede te bestrijden omdat wij ervaringsdeskundigen zijn. Wij weten wat de knelpunten zijn achter de armoede. Het gevoel waarom je bijvoorbeeld je post niet openmaakt, echt de beschadigde binnenkant. Wij gaan aan de slag om de armoede te bestrijden omdat wij van mening zijn dat het direct invloed heeft op de kwaliteit van het gezinsleven. De samenwerking is eigenlijk ontstaan uit het project Rondkomen. Een aantal actieve bijstandsgerechtigden die wilden wel eens in kaart brengen wat het nou echt betekent om onder de armoedegrens te leven. Dat hebben ze gedaan. Daar hebben ze een hele mooie interne werkconferentie over georganiseerd. Ja, en toen hadden we met elkaar wel zoiets van, hier moeten we echt mee aan de slag. We organiseren de conferentie Omme armoedevrij, omdat we met deze vier partijen absoluut onderschrijven dat er een serieus vraagstuk is, ook hier in het Ommense. Tijdens de conferentie gaan wij een convenant tekenen waarin wij de samenwerking opzoeken met organisaties, instanties, burgers in Omme. Met dat convenant geven we met z'n allen aan dat we echt ons in willen zetten om die armoede te bestrijden. Dat we buiten reguliere kaders willen denken en dat we elkaar op zullen gaan zoeken. Ik denk dat ze verrast waren. Kijk, dit komt niet zozeer vanwege het beleidsmatige probleem, want dat is wel bekend. Maar juist die hele persoonlijke verhalen die duidelijk maken van hoe diep armoede eigenlijk erin zit. Ik vind niet dat er verschil wordt gemaakt in de wethouder of de ervaringsdeskundige. Iedereen is gelijk en iedereen heeft het woord. Iedereen krijgt de ruimte om wat te zeggen. Ja, mooi. Ik hoop eigenlijk dat naar aanleiding van dit convenant wat nu getekend is, dat organisaties meer gaan meedenken in van ja, oké, nou we hebben probleem A opgelost, maar probleem B is er ook nog. Wij kunnen dat niet, maar wie kan dat wel? Ik verwacht van de partijen die het convenant ondertekenen dat we het niet meer gaan hebben over concurrentie. Dat we het niet meer gaan hebben over wie doet wat, maar dat we het met elkaar doen in gezamenlijkheid met het vertrekpunt wat in de convenant staat. De kwaliteit van leven van mensen die nu eigenlijk een beetje buiten beeld vallen om die uiteindelijk zeg maar voor het voetlicht te zetten en die een beter, kwalitatief beter leven te geven. In de toekomst hopen wij te bereiken dat de samenleving bewust wordt van de armoede die er heerst en uiteindelijk hopen wij natuurlijk echt overbodig te worden.